Hoi, leuk je kijkt naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappenshopvlog. En dit keer is het best een uitgebreide, want Brooke is morgen jarig. En nu komen dus de boodschappen op zaterdag in plaats van op zondag binnen, omdat we op zondag een feestje hebben. En dan kan ik wel zeggen van, tussen 10 en 12 komen jullie bezorgen. Maar als het dan aan de late kant zijn en het is hectisch en ik moet slingers ophangen en weet ik veel wat, dan wordt het een blamage. Plus dat als dan iets niet bezorgen, dat ik dan gelijk aan de hand zit. En dat was dus nu ook zo. Want ik stond buiten, ik was mijn bloempotten aan het schilderen. Dus je dat niet hebt gezien, volg me ook echt op Instagram, want het is superleuk. We zijn een beetje de boel aan het updaten hier. Maar dus de meneer van de Jumbo die komt en die zegt, goh, heb je gezien dat er een aantal dingen niet waren? En die noemt 5 dingen op. En ik kijk naar hem en ik denk, zegt, oh, dat zijn alle 5 dingen. Ik zeg, ja, vooral brood. Maar daar kan je vast wel wat voor verzinnen. Ik zeg, nee, het zijn al 5 dingen voor zo'n tapasplankje, zo'n charcuterietje. Zeg maar, dat kan ik dan vanmiddag nog halen. Dat vind ik ook niet zo heel erg. Daar was ik al een beetje dus op berekend. Vandaar dat de boodschappen er vandaag waren en niet morgen. Dus het moet allemaal iets langer dan een week mee. Maar we hebben weer meer dan genoeg in huis. Inclusief de dingen voor een verjaardagsfeestje. Ik zal onderin de omschrijving weer opschrijven wat we per avond gaan eten. Snacks, lunch, maar dus ook dingen die ik speciaal voor de verjaardag heb besteld. Zodat jullie kunnen afkijken mocht je binnenkort een feestje hebben. Van zo doe ik het dus. Zoals wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de feestboodschappen. Mijn aardappelen gingen vol. Het was trouwens €162,80. Dus dat viel op zich wel mee als je bedenkt dat ik ook dingen heb die speciaal voor morgen zijn. We eten een keertje kipfilet met specialboontjes en krieltjes. We eten een keertje kabeljauwfilet. Ik heb nog zo'n pak liggen. Met dopertjes en worteltjes. En dan kan ik er eventueel een paar aardappeltjes bij koken. Zelf doe ik dat waarschijnlijk dan niet. We eten een keertje gevulde kipfilet met aubergine. Heb ik vorig jaar ook gegeten. Dan doe je de aubergine in plakjes en grillen. Dat was denk ik 2 weken geleden. En de kip snij je door de helft. En dat doe je dan zuiver met een tomaatjes en zo in. Super lekker. Ook spinazie. Hebben we ook. We eten een keertje witlof uit de oven met gehakt en er hoort ook kokosmelk bij. Volgens mij ook een beetje limoen. Maar ik zal het allemaal onder uitschrijven. En we eten natuurlijk sowieso een keertje friet met snacks. En 1, 2, 3, 4. Oh ja, en we eten een keertje bloemkoolpuree met zalm. En dat heb ik allebei nog in mijn vriezer liggen. De bloemkool heb ik gewoon in zo'n zakje, zeg maar, in de vriezer gedouwd. En de zalm had ik nog van de vorige keer over. En dan heb ik op zondag een dag niet iets bedacht, want dan zijn we met z'n tweeën. Dus of we gaan dan leftovers uit de vriezer eten of we gaan iets halen. Ik weet het nog niet. Maar omdat we best wel veel hebben, dacht ik, daar kunnen we vast wel wat mee fixen. Ik heb natuurlijk ook weer spinazie en veldsla, ook voor bijvoorbeeld een saladetje erbij te maken. Hier eet ik ook gewoon als sla op. Maar de spinazie is dan ook voor de gevulde kip. We hebben wat tomaten, limoenen dus, zuivelspread. Mijn salade met forel is heel goed bevallen, dus dat heb ik weer opnieuw gehaald. Maar dan wel zonder bieten. We hebben ricotta, milde yoghurt, drinken. Taxi eigenlijk ook een beetje omdat het een feestje is. Dus vandaar Griekse yoghurt, cottage cheese, geitenkaas, paprikaatjes. 7-Up drink ik zelf eigenlijk zelden, maar op een feestje gaat het nog wel eens harder doorheen. Dus ik heb maar 1 flesje daarvan. Ananasblokjes voor in mijn proteïne smoothies. Komkommertjes. Witte kaas. Mozzarella. Smeerkaas. Roastbeef. Heb ik ook een keer salade mee bedacht. Dus dat eet ik dan, ik denk morgen. Of maandag. Kalkoenfilet dus. Een hele pak met kaas. Maiswafels. Crystal clear. We hebben nog best nog wel veel crystal clear en cola van die keer dat het super fout is gegaan. Dus dat heb ik voor de rest niet extra besteld, want het gaat altijd wel goed. We komen hier een beetje aan bij de dingen die ik speciaal voor morgen voor mijn charcuteriebordje heb bedacht. Grillworstjes, olijven, maar groen, zwarte olijven heb ik nog. Van die prosciutto heb ik 2 pakjes. Filet américain voor op toastjes, ik heb nog een heleboel toastjes. Camembert, roomboudin en zo'n blauw arakaasje. En van die truffel salami. Dit gaat ook echt wel super hard. Dit zijn er 3 voor 5. Dus dat heb ik dan een beetje zo gemengd. Dus dan kan ik een charcuterietje maken. Dat doe ze dan meestal naar de taart of zo.
Ik heb ook tomaatjes in allerlei kleuren. Ook zodat ik dat echt ook een beetje bij kan zetten. Er zijn een aantal mensen die zijn liever Pepsi Max als Coca-Cola fan. Dus ik heb even een paar Cola Max gehaald. Kipkruiden was op. Koekjes in de koekjesrommel. Mandarijnen. Ik heb nog een hele zak met appels. Ik heb ook nog wat kiwis. Dus dat is allemaal nog wel prima. Tonijn ook voor salades of tussendoor. Vind ik super lekker om een klein beetje tonijn met gewoon komkommer te scheppen als tussendoortje. Dit is ook iets wat ik voor de visite heb gekocht. Bukkeltjes met heksenkaas. Ik heb zo'n schaal, zo'n ronde schaal waar zo'n sausdingetje in het midden zit. En doe ik dit in. En dan gooi ik die bukkels eromheen. Dus helemaal lekker. Ik heb slagroom voor op de taartjes. En ik heb maar één taartje bij de Jumbo gekocht. Het is een klein appeltaartje. Want ik heb zelf bij de Hema taartje besteld die ik dan ga stapelen en versieren. Dat zal ik wel laten zien. Ik heb dus wel extra slagroom ook gekocht daarvoor. Dus we hebben daar lekker gebakken slagroom. En dat het visite wat te kiezen heeft. Dit is dan dus appeltaart. En die van de Hema eentjes met chocola en eentjes met red velvet kunnen we kiezen. Keukenrollen waren op. Notenmix was ook op. Deze zat erbij. Dus om een vegan groentepizza te maken. Ziet er echt super goed uit. Misschien gaan we daar wat mee doen. En deze zat er ook bij. De Pickwick Lekker Fris. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het maar één keer geprobeerd. Maar ik weet ook niet meer wat ik ervan vond. Dus misschien even goed om te proberen. Maar zoals je ziet is het dus best wel redelijk normaal eigenlijk. Behalve dan dat dit nu heel veel snacks zijn. Ik heb voor de rest ook geen schoolkoekjes of dat soort dingen gekocht. Omdat ik denk van we hebben tomaatjes. En we gaan echt wel wat overhouden van die vleesdingetjes. Die kunnen ook gewoon prima in een... Een broodrommeltje, ook stukjes kaas en zo, dat vinden mijn kinderen ook allemaal lekker. En best wat mandarijnen, daar was een aanbieding van. Ja, en voor de rest, weet je, we hebben nog wel wat koekjes liggen, dus ze zullen er vast niet van omkomen. Ik zal eraan denken om ook even de foto van hoe Burk de taart is geworden, eventjes hier te posten, zodat jullie ook kunnen zien. Ik zat eraan te denken om zelf een taart te maken, want dacht ik, het is in het weekend altijd al zo druk. Zeker voor een verjaardag. Ik koop het gewoon kant en klaar. Dan hoef ik alleen even naar de stad om het op te halen. Stapelen en leuk versieren. En dan is het helemaal naar dat kind te zin. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Lunch, snacks, diner. En ik zal nu dus ook bijzetten wat ik dan altijd klaarzet. Eigenlijk wat mijn staples zijn voor op de visite als die komt. Dat je een beetje inspiratie erop uit kan doen. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video's een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je er nog niet bent. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!